Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik een kerstkaart maken met dit schabloon van Dutch Doobadoo. Ik was mijn schablonen een beetje aan het opruimen en ik kwam dit tegen, ooit ook eens op een beurs gekocht en nog nooit gebruikt. Dus dat wil ik nu wel doen. Ik ben ook dit schabloontje tegengekomen, maar ik weet echt niet wat ik daarmee kan doen. Ik denk dat dat ook van Dutch Doobadoo is. Zo, dat mag aan de kant. Ik ga daarvoor een ouder blok van bij Action gebruiken. Dit. En ik ga dit rode papier nemen. En voor de basis ga ik gewoon wit aquarelpapier nemen, omdat dat goed stevig is. En ik heb geen ander stevig wit papier, dus ik ga dat gebruiken. Iemand had mij gezegd dat ze bij Vibra goed wit stevig papier hebben, maar ik ben er nog niet geraakt. Dat is natuurlijk minder. Ik ga wel niet die fel geribbelde, of wel? Hier zo fel structuur op dat aquarelpapier, dat is toch maar de basis. Dus ik ga dat wel aan die kant doen. Dus ik ga dit hier opleggen, mijn schabloon. En ik ga de omtrek tekenen. Dus, ik zie dat mijn potlood scherp genoeg is. Zo. Dus ik ga dat helemaal omtrekken. Oeps. Ik had het misschien beter op mijn stencil tool vastgezet, mijn magneetjes, de omtrek te tekenen. Dus al de buitenlijnen, de binnenlijnen niet, want dat is voor later, dat doe ik dan met het rode designpapier, dan kan ik die daarop plakken. Ik ga hier eventjes de omtrek tekenen en ik ga dat wat dichter bij me pakken, dus ik laat het jullie zo dadelijk zien. Zo, ik heb al de buitenlijnen en de lijnen waar de stukjes uitgesneden mogen worden getekend. Nu, als je de eerste keer zo'n schabloon gebruikt, het is niet altijd goed duidelijk. Maar ik kan zeggen van, dus de lijnen die doorlopen, dat zijn eigenlijk de lijnen die je mag tekenen en uitknippen. De binnenste lijnen die zo onderbroken zijn, dat is voor wat je erop plakt op je kaart. Dus maar jullie, het gaat direct duidelijk worden hoor. Dus ik kijk nu even na of ik alles mooi heb getekend. Het is niet altijd heel goed zichtbaar en makkelijk. Maar ik hoop het. Want anders moet ik het er opnieuw op leggen. Even kijken. Ik denk dat ik alles heb. Dus dan ziet het er zo uit. Hier is de vouwlijn. Dat gom ik later wel uit. Ik ga dat nu uitknippen. Ik ga dat met mijn pincetschaartje doen. Dat vind ik makkelijker. De grote lijnen neem ik eventjes mijn grotere schaar. Als je handig bent met een snijmesje, dan kan je het daar ook mee doen. Ik ben daar niet zo handig in. Meestal loopt het bij mij dan wel fout met een snijmesje. Zo hele kleine stukjes, ça va. Maar als ik iets wat rechter moet,
snijden met een mesje dan. Meestal ga ik wel scheef, ook al gebruik ik een lat. Dan nog. Dus. Even al die buitenste lijnen al uitknippen. En zoals dit, dat moet ook uitgesneden worden. En ik vrees dat dat niet anders gaat gaan dan met mijn snijmesje. Dus ik hoop dat het goed komt en dat het mooi recht is. Als je dat dubbel vouwt, ja, dat moet mooi uitkomen. Hè. Dus kijk dat ik hier niks verkeerd wegknip. Hè. Je ziet het er zo'n beetje in staan. Hè. Hier staat dan kerst. Ik laat dit ook bij mij liggen. Zo, dan kan ik het wat duidelijker zien. Dat ga ik eventjes doen. En dan gaan we verder. Zo, ik heb alles uitgesneden. Dat ging nog vrij vlot. Nu moet ik hier de vouwlijn trekken. Dat doe ik gewoon zo op mijn... Juist binnen. Op mijn knutselmat. Zo. En dan plooi ik dat. 1, 2. En ik hoop dat het allemaal mooi recht is. Ja. Hier heb ik het eventjes een beetje moeten. Zo. En dan kan ik deze ook makkelijker uitknippen. Het is makkelijker dan dat ik het zo moest doen. Hè. Dan is het ook mooi gelijk. Wel heel dik dat papier. En dan blijft dat ook mooi stevig recht staan, hè? Want als je te dun papier pakt, dan plooit dat vaak helemaal open, zeker omdat er nog van alles opgeplakt wordt. Zo. En dan dit hoekje nog. Zo. Dan ga ik nu mijn potloodlijntjes uitgommen. Ajai, ajai. Mijn gom maakt vegen. Dus even hier op dat stukje gommen. Zo. Oei, oei. Zo, dit mag aan de kant. Dit mag ook even weg. En dan ga ik nu uit dit rode papier de binnenste lijnen omtrekken. En dan kan ik dat uitknippen en daarop plakken. Nu, als ik dat zo doe, ga je die potloodlijnen goed zien. Ik ga dat dus omdraaien. En dan moet ik mijn schabloon uiteraard ook omdraaien.
En in het spiegelbeeld de omtrek tekenen. En dan zijn het nu de binnenste lijnen. Zo, dat ga ik nu eventjes doen. En dan laat ik het jullie zien. Zo, ik heb al de lijntjes omgetrokken. En nu moet ik dit gewoon allemaal uitknippen. Ik ga al eventjes zo. Dit mag aan de kant. Even mijn schabloon hier leggen, dat dan niet tussen mijn papier verdwijnt. Ik ga deze met mijn snijlat even al recht snijden. Zo. En dan ga ik die nu allemaal uitknippen. En dan komt dat nadien hier zo op. Ik zie dat hier nog wat potloodlijntjes zijn. Dus ik ga dat ook weer allemaal uitknippen. Zo, ik heb het woordje kerst uitgeknipt. En dan ga ik dat nu op mijn kaart plakken. Dus even opleggen om te kijken of het allemaal mooi uitkomt. Zo. Ja, ik vind het heel mooi. Het is een heel mooi schabloon. Ik snap niet waarom dat ik dit nog nooit gebruikt heb. Ik ga dit hier wel een beetje. Dat heeft hier zo'n hoekje. Dat moest een beetje ronder. En voilà. Dan ga ik ze er nu op plakken. Ik zie dat het overal wat gelijk is. Het is eigenlijk een vrij makkelijke kaart, alleen zo de omtrek tekenen en het uitknippen, daar moet je wel goed bij opletten natuurlijk, dat je de juiste lijntjes overtrekt. Zo.
En dan is het nu alleen nog wat decoreren van de kaart. Ik ga eens kijken wat ik daarvoor ga gebruiken. Zo, het woordje kerst was dus opgeplakt. Ik heb hier wat afbeeldingen bij elkaar genomen. Die komen dus ook uit deze papierblokken van de Action. En ik ga deze gebruiken. Ik heb hier ook nog een paar takjes, foompjes en van die nepsneeuw bij me liggen. En ik had ook nog, ja, hier, nog van vorige keer, plakparels liggen. Die kan ik misschien ook wel gebruiken. En ik had hier ook nog deze stickertjes. Die heb ik hier ook nog liggen. Dus even kijken wat ik ga gebruiken. Nu, het mogen geen te grote afbeeldingen zijn, want je moet natuurlijk het woordje kerst blijven zien. Ik kan nog eens eventjes die vouwlijn, dat dat wat beter dicht blijft. Deze zou eventueel hier kunnen. Schattig konijntje. Zie je, want deze zijn al direct veel te groot. En dan zie je dat woordje kerst al bijna niet meer. Deze zou eventueel nog hier kunnen. Hier wat cadeautjes misschien. Zo. Die takjes, als die erbij passen, dat kan ook nog. Zo misschien. Ik had er graag een boom bij. Die zijn allemaal nogal groot. Dus de boom kan hier en dat. Beestje kan daar zo bij. Nou, die past hier nu wel net goed op, hè. Ik ga dat een beetje bijknippen, want het is nogal een brede bord aan die uitgestanste afbeeldingen. Die hebben dat wel vaker bij Action, hè. Dat er echt zo een brede bord rond is. Zo, dan zien die hier. Ik zeg het, het moet ook niet te veel zijn. Ik ga die al opplakken. Deze zeker, want die past daar heel goed. Zo net op die T. Als ik het vol plak, zie je het niet meer, hè. Wat erop staat, oei, een beetje veel lijm precies. De overschot van de lijm veeg ik even weg. Anders blijft mijn kaart blijft dicht plakken. Hier ging ik dan dat boompje plakken.
Sorry. Ik ga mijn geluid even afzetten hier. Ja, misschien dat ik dit hier nog zo opplak. Dat gaat ook, hè. Ja, ik ga dit daar al even opplakken. Ik ga dat wel met dit doen, Glossy Accents. Zo. En even aanduwen. En dan hier een drupje. En dan kan ik dat zo'n beetje. Oeps. Ja, dat duurt natuurlijk even voordat dat droog is. Even vasthouden. Plak dan aan de vinger. Ik ga dat met een klein knijpertje vastzetten. Zo. Nou, dan wil ik dit. Hier. Ik zet dat even met een paar knijpers vast, dat het goed kan drogen. Dat komt dan hier. Kijk eens naar mijn spuit. Oeps. Hier. Maar hier wou ik dan ook nog die takjes, die ga ik ook even vastlijmen. Die ligt daar dan zo'n beetje onder. Die ga ik dan toch ook gebruiken. Dacht ze eerst niet te gebruiken. Wacht, ja, dan even aan de kant. Zo, en dan kan ik dit hier zo met een speldje of zo eventjes vastzetten. Hop. Eens kijken of dit al droog is. Ja, dat blijft toch al plakken. Dan kan ik dat voor hier gebruiken. Oei. Dat is wel veel. En dan wil ik dat stukje hier. En dan is het... Eventjes wachten totdat dat goed droog is. Oeps.
duurt wel even. Zo. Dan ga ik dat stukje al afknippen. Zo. Zo. En dat strikje wou ik hier dan bij die bloemetjes. Allee, bij die takjes. Voilà. Vonkjes heb ik niet nodig gehad. Dus nu ga ik even wachten tot het goed droog is. Zo. Ik denk dat het nu wel, het is nog niet helemaal droog, maar ik denk wel dat het zo gaat blijven. En voilà. Het is toch direct een ander zicht, hè. Dan ga ik hier nu wat van die nepsneeuw aanbrengen. Ik was aan het denken. Ik heb hier nog wat plakparels ook. Hier op die mistelton misschien. Zo, ja. Zo. En om dat strikje misschien. Oh, 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 oh. Alles plakt hier waar het niet moet plakken. Misschien hier op dat strikje. Ook een plakpareltje. Nee. Zo. Ja. En dan ga ik hier zo wat onderaan, denk ik, wat van die nepsneeuw brengen. Ik ga dat eerst eens op een klein. Oh, dat was ook nog leuk. Zo, dat lag daar nog. Nee. Een klein stukje plakpapier. Hier. Eventjes daarop testen. Dat is wel hard om te knijpen, hoor. Even denken. Of zou ik het op mijn bordje kerst doen? Dat kan ik ook doen. Ik ga dat zo doen. Hier. Maak het nu niet echt extra mooi, vind ik. Zo moeilijk om dat eruit te krijgen. Zo, misschien. Twijfel ik daaraan, hè. Ik ga dat daar gewoon afvegen, want ik vind dat toch niet zo mooi. En nu heb ik natuurlijk vegen. Dat hoeft niet. Zo. Plakboel. Zo. Gelukkig gaat dat daar goed af, hè.
vind dat het zo oké is. En voilà. Eerst een beetje die rommel aan de kant. Een leuke kerstkaart met papier van bij Action en een schabloon van Dutch Doobadoo. Doobadoo. Eerste keer dat ik ze gebruik, ik ben er echt wel blij mee. Ik vind dat van mezelf dom dat ik die nooit eerder gebruikt heb. Het is echt een mooie kaart geworden. Ik ga ze zo dadelijk nog van wat dichterbij laten zien. Hopelijk heb ik jullie weer wat kunnen inspireren. Bedankt om te kijken en tot de volgende keer. Dag!